Met het baggeren van de vaargeul van de Suriname rivier neemt het risico op het vastlopen van schepen af. Dit haalde Michel Amavo, directeur van Maritieme Autoriteit Suriname MAS aan, afgelopen donderdag tijdens de workshop Baggerproject Suriname Rivier. Ook zullen schepen in staat zijn meer lading te kunnen vervoeren. Volgens Amavo brengt het baggerproject vele voordelen voor de economie van Suriname met zich mee. Ook zegt hij dat het baggerproject een concurrentievoordeel creëert voor Suriname. Suriname tegen over de omliggende landen, zodat we kunnen investeren, investeerders aantrekken. En het gaat dus niet alleen om die oil en gas, dat heb ik al in de eerste slide aangetoond. Het gaat om die totale Surinaamse economie, die moet kapitaliseren op het baggeren van de Suriname rivier. Als je met je partners gaat praten, dit is wat we bieden. En heel belangrijk is dat het een sustainable programma is. Is er iets gehoord? We zijn gestart, dus, we hebben die eerste fase afgerond en we zijn gestart met het onderhoudsbagger. Maar het is heel belangrijk, als je bagger en je onderhoud er niet, dan heb je een probleem. En daarom is dit een sustainable programma. Dus je kunt je beslissingen, je investment decisions, kunt u hierop baseren. En dan ziet u ook die oil en gas natuurlijk wat ik eerder heb aangegeven. MAS-directeur Amavo haalde verder aan dat in oktober 2023 de vaargeul in de Suriname rivier een diepte moet hebben van 8,3 meter. Hij legt uit wat hij daarmee bedoelt. Dat is het probleem wat we hebben in de rivier. Dus buiten die ouderpen, dat is ons probleem. Die zit niet op 4,5, dat brengt ons naar 5,5. Maar dan moet je optellen daarop, die racing, tussen 3,5 en 3,8 en dan krijg je die 8,3 meter. En dan gaat hij dan moeten aftrekken, de massa 30 tot 40 centimeter kierkliederf. Dat is dan de bodem van de rivier naar de bodem van het schip, tussen 30 en 40 centimeter. En wat ik hier wil aangeven, want sommige van de bedrijven, naast die 30 tot 40 centimeter de massa neemt men nog 50 of 60 centimeter meer. Maar feitelijk is dat niet nodig. En daarover willen we met bedrijven praten. Want wat we willen is dat je gebruik maakt van die diepgang. Hoe meer je gebruik maakt van die diepgang, hoe minder de onderhoudskosten. Om de vaargeul te baggeren naar een niveau van 5,5 meter, is er volgens Amavo een bedrag tussen de 30 en 40 miljoen US dollar nodig. De onderhoudskosten zullen volgens hem rond 6 miljoen US dollar per jaar bedragen.